Dit is Minya, Zuid-Egypte. We staan hier in een verbrande kerk midden in de stad. 82 kerken zijn in deze plaats verwoest in de rellen die in augustus zijn geweest. Veel mensen zijn gewond, christenen zijn gedood. Dit is de realiteit van elke dag waar we mee te maken hebben. We staan er nu midden tussen. Al het houtwerk is hier weggehaald. Alle bruikbare onderdelen zijn hier door de mensen uit die wijk, die bekend staat als radicale moslimwijk, weggehaald en volledig gestript. De kerk was nog maar een jaar geleden opgeleverd. Het was een van de mooiste kerken hier in de stad. Het bijzondere van deze kerk is dat het gezicht van Jezus hier nog zichtbaar is. Dus ondanks de grote verwoestingen, waarbij geen enkele afbeelding meer te zien is, is het gezicht van Jezus hier nog redelijk herkenbaar. Het is enorm triest dat dit de christenen moet overkomen hier in Egypte. 10 miljoen christenen van de 88 miljoen. En dat vraagt dus ook onze steun, ons gebed, om ze niet alleen te laten, niet alleen te laten staan. We lopen hier nu in een evangelische protestantse kerk die 14 augustus 2013 is afgebrand. Een van de vele kerken hier in Minya. En je ziet het, hier was een opslag van kleren voor de allerarmsten hier in de wijk. Dit is dus de realiteit voor de christenen in Egypte. Verbrande bijbels, een kerk die vernietigd is en mensen die geen toekomst moet hebben om hier te kunnen kerken. Ze moeten alles weer vanaf de grond te gaan opbouwen. Voor mij zijn de ogen open gegaan. Je leest er wel eens iets over. Maar nu staan we midden tussen de verbrande bibliotheek. Niets is meer heel hier. Het motiveert mij extra om politiek in Europa op te komen, ook voor deze mensen, en Egypte steun te geven in een nieuwe toekomst die ze nu kunnen aanvangen. Een nieuwe toekomst waar ook Europa steun aan moet geven. Dus we roepen ook christenen in Nederland op om onze broeders en zusters hier in Egypte te helpen, financieel te helpen. Misschien met het versturen van bijbels of het laten drukken van bijbels. Zodat ze hier weer hun geloof kunnen opbouwen, hun geloof kunnen uitdragen. En op die manier kunnen we ze een hart onder de riem steken hier.